luistert naar Radio Brasa. We zijn begonnen als internetzender met het idee van we geven onszelf een stem, geluid, maar wel hedendaags, dus wel vanuit het Nederlandse. En we spraken daar ook inderdaad Caribische mensen aan uit het Caribisch gebied, Suriname, maar ook uit Nieuw-Zeeland. We waren ook een van de eerste die zeiden van, hey, goh, wat leuk, toch een beetje Nederland, wel met de Caribische vibe. Sinds kort een eigen frequentie ook, 91.4 op de kabel. De meeste programma's bij dit internationaal beluisterde radiostation dat in onze stad werd opgericht, worden gemaakt door vrijwilligers. Ik ben Miguel Carripawiro en ik ben co-producer van Jawoki, een zondagshow van 4 tot 6. En voor de rest ondersteun ik dan de redactie. Ik ben Henna Kanhai, ik werk bij Radio Brasa. En elke maandag heb ik twee shows. Ik begin met de Soul Kitchen. Dat is een soulprogramma met elke week een ander thema. En The Soul Of, dat is een gast die ik probeer te ontleden aan de hand van zijn persoonlijke Soul Top 10. Elke week hebben wij gasten in de studio en vandaag hebben we Sim de Wit van Replay. Het is een familie, we gaan met z'n allen voor Radio Brasa. Het is een eenheid en dat is het. Het is een warme deken die je omhelst, die een Brasa geeft. 1 juni dit jaar werd Radio Brasa 3 jaar oud. In die 3 jaar waren de studio en de redactie gevestigd in dit verzamelgebouw aan de Delftse straat. Je kan je toch bijna niet voorstellen dat ze zo'n stekkie vlak bij het Centraal Station zomaar opgeven. Centrale kan het bijna niet, je zegt het heel goed. En toch hebben we hem weten te vinden. Dat is namelijk de plek waarop alleen maar Rotterdam 70.000 auto's binnenrijden. Dat is hier aan de Westzeedijk, onder voet van de Erasmusbrug. Fantastisch, geweldig leuke plek. Ook nog zo'n groene omgeving. Museumpark aan de ene kant, Urmaspark een stukje verderop en hier de Veerhavenkade, het water. Ja, geweldig om die manier ons gezicht te laten zien aan de stad en aan de mensen die de stad komen bezoeken. Wat is jouw ambitie hier bij Radio Brasa? Nou, met de zondagshow Jawoki. Dat is gericht aan Caribisch Nederland, dus de Antillen. En we willen gewoon echt dat de Antilliaanse gemeenschap, zeg maar, ook betrokken wordt met waarmee Brasa eigenlijk bezig is. Dus het samenbrengen en gewoon iedereen een beetje educatief houden. En tot nadenken stimuleert eigenlijk. Verder gaan met mijn programma, verder uitbreiden. En gewoon zoveel mogelijk genieten van de kans die de jongens mij geboden hebben om een eigen programma te maken. Waar staat Radio Brasa over 5 jaar wat jou betreft? Dan praten we niet over Brasa als radiozender, maar als over mediaomroep die echt laat zien van dat jij, waar je dan ook dat bent, ertoe doet. Dat je relevant bent, dat je lekker ondernemend bent. En dat mag in een kleurrijke setting. En dat we gewoon veel meer kleur geven aan ons bestaan.